Ik denk dat eenzaamheid tegenwoordig niet alleen maar voor de ouderen is, maar dat dat eigenlijk elke leeftijdsfase of categorie wel ermee te maken kan hebben. Ik denk dat ieder mens zich wel eens eenzaam voelt. En je kunt je heel eenzaam voelen in een volle winkel. Nou ja, soms zit je in de trein en dan, weet je wel, dan zit je met heel veel mensen. Maar ja, toch kijkt iedereen op zijn telefoon en ja, dan ben je met z'n allen maar toch eenzaam. Als je kijkt naar alle social media zaken en dergelijke, lijkt het natuurlijk alsof je zoveel contacten hebt, met iedereen bevriend bent. Maar het is eigenlijk niks. Eigenlijk is het gewoon een lege huls. Het is een raar gevoel dat je alsnog heel veel mensen om je heen kan hebben, maar dan je toch een soort van afgesloten voelt. Nou, dat verwacht je niet. Die jonge mensen staan volop in het leven en ja, die zijn niet eenzaam. Maar het tegendeel is bewezen dat het wel zo is. Ja, je bent alleen, je staat er alleen voor. Je hebt niks, soms niks te doen. Dat je dus dingen niet kan delen. Dat je denkt, ik kan het wel verwoorden, maar mensen hebben totaal geen idee wat voor gevoel daarbij hoort. Ik heb wel een moeder die zich wel eens eenzaam voelt, ja. En dat is lastig, want ze woont 100 kilometer verderop. Ja, dus dat geeft wel het gevoel van tekortschieten soms. De eenzaamheid maakt de mens kapot. Een mens kan niet alleen leven. Ja, maar ze is 93, dus mensen vallen weg. En dus het wordt steeds stiller rondom haar, zegt ze ook. Ja. Ja. Ja, dat zal vast wel, maar dat zijn mensen die je vaak ook niet ziet, hè? Die zitten thuis in eenzaamheid. En dat is juist een groep die heel moeilijk te bereiken is. Dan zijn er genoeg. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat er heel, heel veel zijn. Dat het percentage hoger is als wij eigenlijk inschatten. Maar wij zien dat niet zo. Want ik heb zelf familieleden die, denk ik, eenzaam zijn. Dus ja, dan is het heel moeilijk om daarmee om te gaan, laat ik het zo zeggen. Een oude tante van ons, dat die eigenlijk wel eenzaam is. Ze wil het zelf niet zo noemen, maar ik denk dat dat wel speelt. Er zijn ook mensen die houden van de stilte, van eenzaamheid. Dat kan ook. Ja, we kijken wel iets minder naar elkaar om dan in ieder geval voor mij wenselijk zou zijn. Ja.